Rafael, leuk dat je er bent. Ja, dank je. Vond je er zelf van? Ja, superleuk. Lekker met die gasten op het veld te staan. En, het plezier, dat is er nog steeds. Zo zie je maar weer wat een ontmoeting in de studio toe kan leiden. In ieder geval lekker meetrainen hier. Nu willen we het natuurlijk allemaal weten en de supporters willen het ook weten. Van, wat komt hiervan? Nou, ik ga gewoon lekker meetrainen 2 weken. En, ik vind het super dat het mogelijk is. En dat heb ik zorg dat... Ja, toelaat. En wat ik zeg, het is een fantastisch team. Ze kunnen allemaal ballen, dat zie je. En daar hou ik van natuurlijk. Ja, waartoe leidt, ik wil het liefst in Denemarken blijven voetballen, dat heb ik ook gezegd. Met privéomstandigheden te maken? Ja, omdat we wonen daar en dan wil je natuurlijk graag dicht bij je familie blijven. Dus dan is in principe Nederland geen optie. Maar in het voetbal, je weet het nooit. En zo eerlijk moet je ook zijn. Hoe heb je die training nou ervaren eigenlijk? Was dat zwaar voor je? Nee, het was niet zwaar. Ik heb wel wat voor mezelf gedaan. Dus, maar het is een lekker rustig begin. Het was een heerlijke training. Je ontmoet natuurlijk die gasten. Ja, het was weer een beetje of je weer voor het eerst naar school ging. Nieuwe leerlingen. En, altijd even spannend, maar het was wel leuk. Zit het bij jou nog zo diep in dat je denkt van ja, ik wil gewoon lekker blijven voetballen? Is dat jongetje in jou nog altijd aanwezig? Ja, absoluut. Maar ik denk ook dat dat heeft mijn hele carrière altijd op de been gehouden. Het plezier met die gasten, dat is het mooiste wat er is. En zolang het lichaam me toelaat, dan wil ik dat doen. En dan maakt het geen reet uit wat andere mensen ervan vinden. Heb je een soort van datum waarop je zegt van nou, dan ga ik een knoop doorhakken? Nee, we hebben echt gezegd 2 weken kijken we gewoon rustig aan, meetrainen. Dan ga ik sowieso terug naar Denemarken, omdat dat op de planning staat met de familie. En daarna zien we wel wat er gebeurt. En jullie zullen het wel horen. Blijft wel bijzonder, hè? Je doet 1 keer mee met een training met PEC Zwolle en dan staan we met z'n allen weer van de pers. Ja, het is wat, hè? Het is leuk, toch? Succes! Ja, dank je.